Gaat het weer een beetje met je? Ben je een beetje afgekoeld? Want je was zo boos als je straks was, heb ik jou denk ik nog nooit gezien. Nee, maar ik word ook alleen echt boos als het terecht is. En ik denk iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik niet zomaar ga overdrijven en dingen. En, dus ik had bij die handsbal was ik wel heel erg gefrustreerd op dat moment, want dat we geen penalty kregen. Ooit zulke slechte arbiters meegemaakt? Nou ja, jij zegt het. wij mogen niet te veel woorden aan vuil maken, maar het bepaalt natuurlijk wel de eindstand, denk ik. Want je moet denk ik ook gewoon op 1-0 voorkomen, daar is ook helemaal niks aan de hand. En dat bepaalt ook hoe het verloop van de wedstrijd is. Nou, ja. Die penalty was vervolgens ook niet echt terecht, denk ik, hè? Nee, klopt. Maar dat moet je dan als scheidsrechter overstappen en doorgaan. En niet bij volgende beslissingen gaan denken, nou, ik geef hem nu maar niet omdat ik hem net al gegeven heb. Dat slaat natuurlijk nergens op. Je moet gewoon consequent blijven. Dat ze met z'n vijf bijvoorbeeld de handsbal niet zien, dat is schandalig. Ja. Luc de Jong had na afloop van de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Atletico Madrid geen goed woord over voor de Britse scheidsrechter Martin Atkinson, die een aantal keer flink in de fout ging. PSV verloor met 1-0. Atletico scoorde op het moment dat Davy Prupper met een fikse hoofdwond op de grond lag. Je hoofd, joh, dat ziet er nogal ernstig uit. Ja, ernstig. Er zitten wat hechtingen in, maar voor de rest gaat het goed. Hoeveel zit erin? Ik heb geen idee. 5 of zo, denk ik. 5, 6. Dat was een flinke klap die jullie maakten. Ja. Ja, ik weet niet precies wat er gebeurde, want hij kwam van rechts, maar... wel zonder dat daar de goal uitvalt, ja. Ja, had de scheidsrechter moeten fluiten volgens jou? Voor, ja. Ja, mag, ja. Bij een hoofdwond wordt er vaak gefloten en volgens mij is dat ook een regel, dus ja. Het was niet de enige scheidsrechterlijke dwaling vanavond, hè? Nee, en dat is in zo'n wedstrijd wel heel zuur, ja. Wat vond je de ergste, wat daar niet zag of wat hij verkeerd beoordeelde? Volgens mij die eerste goal, daar was niet zoveel aan de hand. De goal van hun is ook een belangrijk moment. Misschien hadden we nog ergens een penalty kunnen krijgen, maar ja. Ah, die handsbal, maar... Ja, daarom. Het zat gewoon niet mee. En, ik weet niet, wat moet je erover zeggen? Een paar slechte beslissingen, laten we daarop houden. De jarige Luciano Narsing versierde met een echte swalbe een strafschop die Andres Guardado vervolgens miste. Davy Prupper mocht van de scheidsrechter die penalty niet nemen. Hij had na het oplopen van zijn hoofdwond weliswaar een nieuw shirt aangetrokken, maar op dat nieuwe shirt zat nog een vlekje bloed. In zo'n wedstrijd moet ze gewoon erin, ja. Ja, en jij zou hem eigenlijk nemen, begreep ik. Ik stond wel op het lijstje, ja. Of ik hem echt zou nemen, dat was op dat moment bepaald, denk ik, maar... Ja, ik stond er niet eens in, dus... Balen? Dubbel balen eigenlijk? Jazeker, ja. Ja, helemaal als hij gemist wordt, dan... Heb je er achteraf nog met Andres over gehad? Nee, hij kan hem ook nemen. Hij kan hem ook scoren, dat doet hij heel vaak. En, het is alleen zonde dat het nu niet gebeurt. Nee. Wat voor gevoel kijk je terug op de wedstrijd? Toch heel trots. We hebben laten zien wat we kunnen en... Ik denk dat we heel goed hebben gespeeld. En, alleen je beloont jezelf niet. Nee, dat is zonde. Ik denk dat we hier... toch een goed gevoel aan over moeten houden. We hebben denk ik laten zien dat we toch ter Atletico goed voetbal kunnen spelen. En natuurlijk ze hebben een paar kansen gecreëerd, maar hele grote viel ook wel mee, vond ik. En die goal die valt er ook een beetje met geluk in. Daar kan die ook fluiten, want Davy op de grond ligt met een open wond. En dat, maar voor de rest denk ik dat we gewoon heel solide waren vandaag. En ook naar het einde toe gewoon in onze eigen formatie ook nog goed gingen voetballen aanvallend. En Atletico ook geen antwoord op. En, dat is jammer dat je niet misschien een punt pakt hier, wat je dan denk ik toch wel meer verdiend had. Krijgt Atkinson nog een kaartje van jou met de kerst? Nee, denk ik niet.